Dit is de Tower Ventilator. En de reden waarom ik je hem wil laten zien is omdat hij er natuurlijk, zoals je kan zien, uitziet als een luchtreiniger. Maar let dus wel op, qua design lijkt hij op de luchtreinigers, maar het is geen luchtreiniger. Dit is dus gewoon een ventilator waarmee je dus een lekker koud briesje in de zomer kan creëren. En zoals je kan zien, hij heeft ook niet zoals vroeger van die bladen, waar je dan zo'n robotstem in deed. Maakt hem dus een stuk veiliger voor kinderhandjes en voor nieuwsgierige huisdiertjes. Hij heeft 10 ventilatiestanden die je kan bedienen door middel van dit afstandsbedieningje. Je kan hem ook aan- en uitzetten via deze afstandsbediening. En hem natuurlijk een bepaalde kant op laten draaien. En ik heb het eventjes gemeten, maar op de hardste stand is hij zo'n 64 decibel. Op zich prima, dat is gewoon standaard zoals de meeste ventilatoren. Maar wil je hem nou in de zomer op je slaapkamer neerzetten, dan kan je hem natuurlijk op de allerlaagste stand neerzetten. En ik hoor hem dan eigenlijk bijna niet. Deze ventilator is zo'n 1 meter hoog, dus best wel hoog. Let wel op, je kan hem niet kantelen of in hoogte verstellen. Hij is wel echt heel erg licht, dus je kan hem heel makkelijk verplaatsen van de ene ruimte naar de andere ruimte. Verder ook heel belangrijk om te weten, is dat hij dus niet te koppelen is aan de My Dyson app. Je kan hem wel gewoon besturen via dit afstandsbedieningje en voorop zit een aan- en uitknopje.